ja, Ajax en dingen melden, dat gaat wel eens vaker fout. Ooit Jan Siemering. Die ook dat het inschrijft van Haller. En ja, er werd gezegd dat hij nooit in een land wil werken waar hij de taal niet van spreekt. Nou, volgens mij spreekt hij geen Duits. Ja, chef voetbal Valentijn Dries, we maken ons op voor de bekerfinale. Ja, maar er is meer gespeeld. Ja, en Frenkie de Jong is op staatsbanket geweest. Ja, dag na de uitschakeling. Ja. Samen met zijn bondscoach, Ronald Koeman. Nou, het ziet er heel netjes uit. En, zeker. Ja, het is net een open. Ja, maar hij had ook een ja, daarom ga je natuurlijk ook naar het staatsbanket. Misschien heeft hij wel de tapas uitgeserveerd, ik weet het niet. Hij had ook een onderhondje met de Spaanse koning, volgens mij. En, ik weet niet of hij voor Madrid is, maar... Die is uiteraard voor Madrid, ja. Hij zal hem wel de schuld hebben gegeven van die rode kaart. Want dat doen ze allemaal in Catalonië. Ja. Maar in Catalonië zijn ze natuurlijk niet zo blij dat hij daar op één foto staat met de koning van Spanje. Nee. Want, dat wringt nogal. Ja, vanuit de Catalaanse achtergrond. Maar jij hebt nooit ontmoeting met Willem-Alexander? Nee. Dat ook gaat niet voor talenten. En dat gaat niet komen ook. Nee. Dus dat kan ik je wel verzekeren. Maar Frenkie Koeman was erbij ook. Ja. Rafael van der Vaart waren erbij. En dat tekent wel dat we natuurlijk niet met voetballiefhebbers hebben te maken. Want diezelfde avond was Manchester City tegen Real Madrid. Ja, ja. Daar moet je natuurlijk voor de buis zitten. En helemaal als Koeman zijn. Alhoewel, er deden heel weinig spelers met van hem mee. Ja, nee, Ake zat alleen op de bank. Want jij was niet zo onder de indruk van de Nederlandse inbreng deze week? Nee, sowieso niet. Nee. Nou ja, Frenkie de Jong is wel een tijd geblesseerd geweest, maar kan zijn stempel niet drukken. En ja, je ziet hem dan ook nauwelijks in die wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Nou, Virgil van Dijk niet gezien, Gakpo niet gezien, Ake zat dan op de bank, Malen is geblesseerd, Depay is geblesseerd. De enige die opviel was eigenlijk Ian Maatsen en die is vorige keer een keertje afgevallen, maar met het niet spelen van Quinlinchi. Ja. Hartman op het EK maakt hij denk ik een goede kans om bij de selectie te komen. Maar jij schreef je column al, die as is wel kwetsbaar. Alleen de licht natuurlijk, hè? Ja, alleen de licht die gaat dan naar de halve finale. Dus misschien dat hij dan de rol van Virgil van Dijk kan overnemen. Want die maakte gisteren ook een hele belabberde indruk. Maar dat zal en dan hebben we nog een keeper die geblesseerd is. De beste keeper is nog geblesseerd. Dus dat belooft heel weinig goeds voor het EK. We komen al lekker in de stemming. Maar hij zal natuurlijk nooit de licht op die positie van Dijk gaan zetten. Nee, maar hij gaat natuurlijk met 3 achterin. Dus de licht zal ongetwijfeld aan spelen toekomen. Die heeft ook tegen Duitsland gespeeld. En toen vond Koeman hem ruim voldoende halen. Ja, ik vond het wat minder, maar... Dus ik neem aan dat hij wel in de basis gaat komen. En als we zo de bekerfinale van zondag 6 uur erbij pakken... ja, er loopt natuurlijk ook al aardig wat internationals op het veld. Ja, ja. Nou ja, je moet maar afwachten wie er allemaal uiteindelijk geselecteerd gaan worden. Ik ben heel benieuwd of Timber bijvoorbeeld, of die erbij zal zitten. Maar Wiever, die zit erbij. Wie hebben we nog meer? Geert natuurlijk. Die wel echt definitief op weg naar de uitgang lijkt. Als ja, en maar Hansko wil ook weg. Wiever wil weg. Nou, als er een heel goed bot op Timber komt, wil die waarschijnlijk ook weg. Dus het wordt wel heel druk voor Dennis de Kloeze komende zomer, neem ik aan. Want heel veel Feyenoorders staan in de belangstelling. Hebben natuurlijk best wel een paar goede seizoenen achter de rug. Dus ik hoop dat Slot dat nog even kan weghalen bij die bekerfinale voor Feyenoord. Want ja, als dat eenmaal gaat leven en dat de mensen weggaan, dan gaat er toch vaak ook wel wat veranderen in zo'n elftal. Ja, Hansko, daar schijnen ze zelfs 30 miljoen voor te willen hebben. En Napoli, ja, maar die stond al in de belangstelling van Paris Saint-Germain afgelopen winter. Kan hij, denk je, dat niveau aan? Nou, Paris Saint-Germain denk niet. Als je die ziet verdedigen, ook weer tegen Barcelona en... Ja, natuurlijk, hij is topfit, maar zijn motoriek vind ik altijd een beetje houterig. En als je dan die jongens ziet die bij Paris Saint-Germain achterin staan, ja, dat zijn geen houten glazen. Nee. NEC draait natuurlijk een goed seizoen. Ja. Nou ja, Rogier Meijer die heeft zich natuurlijk geweldig hersteld, want ze hebben een slechte seizoenstart. En toen stonden de fans, of zich fans noemende mensen van NEC, die stonden bij de poort de bus op te wachten. En hij moest er zo snel mogelijk uit. Nou, bestuur en directie van NEC die hebben voet bij stuk gehouden. Hij blijft gewoon. En nu blijkt achteraf, nu staan ze op een plaats dat ze Europees voetbal kunnen halen. Ja. Ze staan in de finale van de beker. Dus ja, geweldig gedaan. En Sandler die had gezegd dat hij het niveau van Ajax wel aan kan. Ja, daar kunnen veel spelers aan. Ja, alleen bij Sandler, ik begrijp een beetje wel wat hij bedoelt. Maar het is wel zo dat hij bij Feyenoord eigenlijk niet is geslaagd. Omdat hij fysiek
het spel van Feyenoord niet aan zou kunnen. Nee. Dat is de reden waarom Slot hem heeft laten gaan. Want voetballend zou hij best mee kunnen bij Feyenoord. Weet je, bij Ajax lekker in die driemans verdediging. Bij Ajax, ja. Maar volgend jaar wordt het natuurlijk gewoon weer 4 achterop. Ja, dat denk je? Ja, natuurlijk. 4-3-3. Ja. Maar goed... Ze zullen er wel een scherp oog op houden, ja. Nek zie je een scenario. Ze speelden geloof ik 2-2, toch? In de competitie. Nou ja, hoe heet dat? Het jaar daarvoor volgens mij ook al gelijk. En Feyenoord heeft NEC uitgeschakeld vorig seizoen, meen ik. Of het jaar daarvoor in de beker... naar penalties. Dus het is echt wel een beetje een angstrekener voor Feyenoord. Ja, en wat natuurlijk het trieste is voor Ajax-aanhangers... is dat ze eigenlijk moeten hopen dat Feyenoord dan maar die beker wint. Ja. De positie 5. Ja. Als Ajax die al behoudt rechtstreeks Europese plaatsing betekent... Ja. En dan hoef je niet meer die play-offs te gaan doen. Ja, heel goed. Ja. Goed uitgelegd. Waarvan achter. Goed, ja, hè? Uitstekend. Ja. Leuk dat jij dat uitlegt. Ja, leg nog eens een... Blij toe. Ja? Ja, uitstekend. Ja. Een stukje analyse. Doe jij heel goed. Nou, verder nog beetje duiding er misschien verder bij. Verder nog nieuws over Ajax, volgens mij? Er werd natuurlijk gesproken over een interim directeur. Maar dat zou voor een hele korte periode van nu tot de BAVA. Die buitengewoon... aanhoudsvergadering. Juist. Zullen we ruilen? Die is op 21 mei, ja. Wat dat betreft. Maar jij hebt ook... Ik heb een papiertje, ja. Uit mijn hoofd doen. Maar er zou eventueel worden gekeken naar een interim directeur. Die komt niet. Dus de huidige directie neemt de taken van Alex Kroes waar. Er komt een interim directeur als bij die BAVA blijkt dat Kroes niet kan terugkeren als CEO. En tot die tijd zullen ze een stapje extra moeten doen, de directie van Ajax. En ja... Of ze dat allemaal toevertrouwd is, dat vraag ik me af. Want bijvoorbeeld de financieel directeur Suzanne Lendering, die loopt al jaren op haar tenen. En er zijn al wat misses gemaakt, financieel. Dus ik hoop dat het Ajax niet noodlottig gaat worden de komende 6 weken. 4,5 Betekent dat overigens wel dat de kans... Want jij hebt ook weer eerder gezegd van nou, als Van Praag zou heel snel een nieuwe directeur kunnen benoemen... wat het dan weer moeilijker maakt voor Kroes om terug te keren. Nu dat open blijft, is de kans op een terugkeer alleen maar groter. Is groter geworden. Dus hij wil niet over zijn graf heen regeren, Van Praag. Dus hij staat open waarschijnlijk toch wel voor de suggestie van de bestuursraad. Hè, de houder van de aandelen van de NV Ajax, de vereniging dus. Mm-hmm. Om eventueel toch naar hun geluid te luisteren. En misschien Kroes toch de kans te geven om terug te keren. Misschien ook een beetje gezichtsverlies voor Van Praag. Omdat hij natuurlijk eerst zo stellig was over het feit dat hij terug kon keren. Dat was natuurlijk onbegrijpelijk. Dat hij hem schorst, prima. Maar dat hij inderdaad zo nadrukkelijk zei dat hij absoluut een terugkeer uitsloot. Ja, en hij heeft dan ook nog gezegd, hè, in een verklaring van alle aandeelhouders waren ermee bekend. Hè, met zijn het feit aandelen. Dat hij aandelen had. Het zijn 100 aandelen. Ja. Ik heb niets verzwegen. Nee. Wat wel fout is gegaan is dat Ajax na mijn benoeming deze aandelen binnen 14 dagen had moeten melden. Nou ja, zo is het natuurlijk ook. Ajax heeft de verplichting om het te melden. Hij niet. Hij heeft de verplichting om het te melden aan Ajax. En Ajax moet daarmee... naar de AFM en die moeten dat daar melden. En dat hebben ze niet gedaan. En ja, Ajax en dingen melden, dat gaat wel eens vaker fout. Ooit Jan Siemering die... Ook dat het inschrijven van Haller. Vergat Haller in te schrijven. Dus misschien was dit ook wel een zaakje voor Jan Siemering geweest. Dus. Ja, het is een beetje het weekend van... Ja, inderdaad. Het weekend van de bekerfinales. Wil je het nog over... Nog meer bekerfinales? Nou ja, nee, halffinale FA Cup, hè? Halffinale. Man United nog. Man United, daar mag ik het niet over hebben. Tegen Coventry? Ja, nou. Dat moet natuurlijk een appeltje eitje zijn voor ze. Maar wat ik dan wel weer onbegrijpelijk vind... en dan zie je dat die clubs in Engeland aan hun lot worden overgelaten. City heeft natuurlijk een hele zware wedstrijd gehad. 120 minuten penalties. En die moeten morgenavond 17:45 spelen tegen Chelsea... die in bloedvorm zijn. Tenminste, de spits is in bloedvorm. Cole Palmer. En een hele mooie wedstrijd natuurlijk in Spanje, Real Madrid-Barcelona. Ja. Alleen gaat nergens meer over. Nee. Overigens nog één ding. Ja, ik wil nog wel wat kwijt, dan mag je ook nog wat kwijt. Maar wat vond je van die Martinez? Hij had dus dat is natuurlijk de Argentijnse doelman ook waar Nederland nog trauma's aan heeft. Maar die had een gele kaart gekregen tijdens de wedstrijd. Ja. Toen kreeg hij tijdens de penalty-serie weer geel, maar dat telt dan niet. Nee, dus hij blijft staan. Ongelooflijk. Die scheidsrechter had wel zijn reglementenkennis, had hij wel op orde. Want stel je voor dat je hem echt een rode kaart had moeten geven. Maar dat durft geen enkele scheidsrechter natuurlijk. Maar hij vroeg er natuurlijk wel om, maar ja, het blijft natuurlijk wel een killer. Ja, goed, ik vond het ook wel mooi. En dan dit, naar het publiek en dat was de hele wedstrijd dan. Ja, maar ook wel een hele goede keeper. Wil je zelf nog iets? Nee, ik ga uitkijken naar de terugkeer van Zinedine Zidane. Waarschijnlijk als trainer van Bayern München. Oh. Dat zou ik echt geweldig vinden als dat doorgaat. Ja? En er werd gezegd dat hij nooit in een land wil werken waar hij de taal niet van spreekt. Nou, volgens mij spreekt hij geen Duits.
Dus ik ben heel benieuwd, maar het zou geweldig zijn als hij terugkeert. En ik denk dat hij, zelfs Ancelotti, geweldig kan opschieten met verdetten, met topspelers. En ja, iemand als Musiala, die staat dan op het lijstje bij Manchester City om gehaald te worden. Maar ja, als hij toch weet dat Zinedine Zidane trainer wordt, dan denk ik dat de keuze niet moeilijk is. En dan zou ik gewoon direct bijtekenen. En als het de licht zijnde, zou ik ook blijven. Nou, mooi afsluiten. Ja, dankjewel. Graag gedaan.